De 20.05 RT, de 20.05, kom eens uit voor een C over. Echt? Blijf te luisteren, de 20.02 RT, de 20.02, kom eens uit voor een C over. Ja, 20.02. Blijf te even luisteren, de 21.13 RT, de 21.13, kom eens uit voor een C over. 21.13, geen bericht open. Ja, u mag allen met prio 1 naar een heterdaad inbraak, die is gepleegd op de Jan Hendriklaan. Ja, ben ik kant op over. Ben 5 onderweg. Ja, dat is vernomen, OC sluit. Jan Hendrik Laan, dat is bij het strand toch, hè? Ja, bij het strand. Volgens mij is dat een appartementencomplex. Snelle rechtdoor of rechts? Rechts. Ja. Was er een signalement bekend? Nee. GoPro aan? Ja. Top. Ik laat nu alles uit, hoor. Is goed, we zijn er bijna. 21.30 te plaatsen, over. Oh, 20.30 te plaatsen. Hier naar rechts, met de bocht mee. OC, verdachte gaat op met de voet vandoor, over. Rechts denk ik dat we daar wel tegen. Oh hier, hier, hier. Rechts op uit. Hey, staan blijven! Staan blijven. Liet je staan blijven. Laat die motor even langs, jongens. Hey, stoppen! Ja, ik heb hem. Meewerken. Liggen. Geef je iemand even sit-rap? Ja, ga ik doen. Ja, 20-2, geef een bericht. Ja, eenmaal AT. Ja, dat is vernomen. Zo. Zeg, luister eens, je bent aangehouden voor inbraak, verdenking inbraak. Je bent niet onverplicht, je hebt recht op een advocaat, ja? Ja, joh, ik heb helemaal niks gedaan, joh. Helemaal niks gedaan, oké. Okay. Goed, zijn er nog andere mensen? Waar heb je het over, joh? Oké. Okay. Ik pak even snel onze auto, want die staat daar onderhand met alles aan. Die telefoons, ja, één zakelijk, één persoonlijk en één van mijn zusje, die moet gerepareerd worden. Dus die moest ik gewoon even laten repareren, weet je. Oké, nou, ik ga hem wel in beslag nemen voor het onderzoek. En nogmaals, ik wil die verantwoorden verplichten. Nu wil ik even het pd-zakje pakken. Ja. Wie had hem zien springen of rennen? 21.13. 21.13, oké. Okay. Zullen wij anders even snel kijken of daar braaksporen zichtbaar zijn? Ja, positief. Gaan wij daar even naartoe. Zo. Dan kan hij mee. OC 2005. De 2005, geef u bericht. Ja, de 202, nee, die rijdt op de motor. De 2113, als ik goed zeg, die gaat vervoeren. De 205, die gaat even kijken bij de woning of daar daadwerkelijk braaksporen zichtbaar zijn. Heeft die voor ons een huisnummer? Ja, het huisnummer is 21. 21. Dan gaan wij daar even kijken. En ja, dat vond. Is vernomen. OC 202 rijdt mee. Ja, dat is ook vernomen. Schuldig is hier links. Zou het eigenlijk moeten zijn.
ik geloof dat die hier inderdaad kwam. Ja. 20-2 was er ook redelijk snel. 20-2, 20-5? Herbert. Ben jij, daar ben je. Kwam die hier ergens vandaan of? Even kijken, volgens mij sprong die hier naar beneden toen ik gelijk links toe kwam. Hier naar beneden, kun je daarachter naar boven? Wat zei je? Daarachter kun je dan naar boven, neem ik aan, hè? Want hier is wat te hoog om naar boven te klimmen. Ja, ik ga even kijken. Ja. Ik weet niet waar dit heeft gedaan. Oh, hier via de deur kun je naar binnen. Hier zo. Oh, hier is het al. Hij is aardig bezig geweest. Hij is hier inderdaad... kijk eens, hier binnen, bureautje. Daar lagen telefoons. Hij is gewoon raam kapot en arm naar binnen, geloof ik. Hij is volgens mij hier naar beneden gesprongen. Ja, daar kwam hij, geloof ik. Ja, we hebben een aardige hoogte, hoor. Ja. Hebben jullie de technische recherche nog laten komen? Ja, ik denk dat het even handig is. Ik zal dit oversnijden, joh. OC, 25. 25, geef u bericht. Ja, we willen graag de recherche deze kant op. We hebben inderdaad braaksporen aangetroffen. Ja, dat is genomen. Ik ga de recherche voor u koppelen. Dankjewel. Hij is naar het bureau gebracht? Ja. Okay. Wordt hij daar hier naar beneden gesprongen? Nee, ik denk daarachter. Want hij kwam van... Wij kwamen daar langs. Dus hij is hier daar bij mij... zo omlaag gesprongen. Hij is aan die kant gesprongen. Bij mij, jongens. Hier is hij vanaf gesprongen. Ik stond erbij. Ah, hij kon toch nog goed rennen. Nou, hoe hoog zal het zijn? Een metertje of 2, 3. Even kijken. Oh. Toch wel 4, 5. Wel 4, 5, ja. Ah, hij sprong ook terug vanaf 4 volgens mij, want hier kon je moeilijk ineens sprongen overheen. Sprong nu ook. Kan je wel zo van tillen. Ja, maar volgens mij kwam die ineens sprong er overheen. Ah. Dus dan zou die... Even kijken of hij ook kan klimmen. Ja. Zo. Er geen bloed of zo. Jij van de 4 moeten springen. Ja, ik kon goed rennen, dus 205. Ja, de recherche is onderweg. Ja, dankjewel, we wachten hem hier op over. Goed, 205 jongens zal hier wachten op recherche. Bewaken, PD. En wat mij betreft kunnen jullie eventueel al gaan typen op het bureau. Gaan we doen. Ja. Goed, dan goede samenwerking en tot de volgende. Fijne dienst, hè. Yo, jullie ook. Yo, laten we. De 888 voor 20-5 komt dus uit. 888, geef bericht. Ja, voor u. Ik ben ter plaatse als recherche. Waar, dat is exact de ingang van het plant over. U staat waar precies over? Ik sta momenteel aan de noordzijde over. Noordzijde, dan zullen we zo naar u toe gaan. Ja, ik zie u. Hoi, als u... Hoor je mij trouwens, op afstand? Oh, ja, dat kan ook, ik kom op 4 staan. Hoi. Als je hier naar rechts gaat, voor jou links dan, en dan de eerste bocht voor jou naar rechts weer, dan kom je daar bij de voordeur uit, dan kom je hier achteruit, boven. Ah, ja, ja? Dan kom ik die kant op. Moeten wij nog spullen helpen dragen? Nee, dat moet wel lukken. Top, tot zo. Tot zo. Kijk, daar is die. Ah, ja. Hoi. Hoi. Goeiedag. Hoi. Hallo. En nog ook, cheers. Hoi Wim. Hier is net een melding inbraak geweest. De verdachte is hier weggerend, daar overheen gesprongen, uiteindelijk aangehouden door ons. Maar hij is hier dus waarschijnlijk, of ja, zoals je wel ziet, hij heeft hier wat schade toegebracht, raampje eruit, arm naar binnen, 3 telefoons gepakt. Of in ieder geval een paar telefoons, hij had 3 op zak. En is daarna dus weggegaan. We hebben hier de PD bewaakt, dus verder niemand bijgekomen. Bewoner is nog niet in kennis gesteld. Ja, oké, dan, dan ga ik zo wat foto's maken. Het een en ander vastleggen en wat noteren. Dat als jullie wel op een afstandje nog even zouden kunnen blijven. Ja. Ter bewaking. Ik heb naar binnen gekeken. Je ziet inderdaad wel wat kabels van telefoons nog liggen die in de oplader of zo lagen. Dus ik weet bijna zeker. Ah ja, ik zie het.
Oké, okay, top. Goed, wij bewaken het hiervoor. Ik hoor het wel als er iets nodig is. Ja, nu is goed. Zeg, doe je ook meteen de verhoor trouwens op het bureau of ja, dat zou ik zo even kijken op het bureau. Ik moet eerst even nog even dit allemaal in het systeem zetten. Okay. Maar ik zal ook nog met de verdachte gaan praten, ja. Ja, is goed, oké. Okay. Maar hij zit in ieder geval vast op HB. Ah, oké. Okay. Dus jij bent van de Marche C, zie ik, hè? Ja, ik ben van de Marche C Recherche. Oké, goed. Nou, hij is in ieder geval bij ons op HB vast. Oké, okay, top. Ja, heb je alles? Ja, ik heb alles genoteerd, aantal fotootjes, dus die ga ik allemaal op bureau even in het systeem zetten. En dan ga ik nog even langs de verdachte. Heb jij, ga jij nog zorgen dat daar een houten plank of zo voorkomt, dat dat in ieder geval even, of doe je dat niet? Ja, ik zal het nog, nog even doorgeven dat, dat er even een dienst deze kant op komt, om dat even te verzekeren zo. Oké, top. Goed, bedankt in ieder geval, dan gaan we er ook langzaam door. Ja, jullie ook bedankt. Toppie. Bijna avond. Hetzelfde.